Welkom bij de Bourbon MOOC, zo noemen we dat. Als je naar Bourbon kijkt, dan ontkom je niet aan dat je met een hoeveelheid gegevens oversteld wordt, ja, die het lastig maken om het één keer te doorzien. Dus het vereist een hartstikke goede uitleg van je consultant, maar het vereist ook ermee blijven werken. Nou, dat ga je nu doen. Dus ik waardeer het initiatief zeer. Oké, welkom op deze MOOC over Bourbon. Ik hoop dat je er heel veel plezier in heeft en dat het je meer inzicht geeft in jezelf. Want dat was ook de reden waarom ik in de tijd, dus ik ben al een hele oude man, in 1991 mijn Bourbon deed in Amerika. Omdat ik vooral nieuwsgierig was, niet naar allerlei feedback van andere mensen. Dat had ik al lang gehoord en dat wist ik al. Maar ik wilde veel meer weten, hoe anders is dat nou bij mij dan bij andere mensen? Dus in wat opzicht blink ik uit en waar heb ik me drukker over te maken in het leven dan andere mensen? Ik doe dat eigenlijk nu al jaren in de rol van opleider. Vanaf 1999 mag ik alle Bourbon consultants certificeren en opleiden. Dus grote kans dat ik degene die het met jou besproken heb ooit heb meegemaakt en opgeleid heb. Als je naar Bourbon kijkt, mijn motief heb ik al gezegd, en ik had er een heel zakelijke onderbouwing bij. Ik was heel verbaasd dat grote managers, ja, zo nieuwsgierig waren naar feedback van mij. En toen dacht ik, ja, waarom zou je dat doen? Ik ben ook maar een simpel jongen. Ik heb ook mijn voorkeuren, dus ik ben absoluut niet objectief. Ook niet in mijn rol van coach. Ik vind wat ik vind. Maar ik ontdekte al heel snel dat het voor hen belangrijk was dat iemand anders, ja, die los van hiërarchie en die los van het bedrijf wat tegen hen kon zeggen en een soort gesprekspartner was, maar ook dat ze op zoek waren van, ja, waarin onderscheid ik me? En dat was eigenlijk dezelfde vraag die ik had. Ik ben toen in Amerika wezen kijken en ik had drie redenen om op zoek te gaan naar een methodiek die mijn klanten in staat stelde. A, om meer over zichzelf te weten op een niet beoordelende manier, zonder dat daar een waardeoordeel aan zit, en die statistisch en wetenschappelijk uiterst betrouwbaar is. Nou, die hele zoektocht zal ik besparen, maar ik ben uiteindelijk terechtgekomen bij Roger Bourbon. En een van de dingen die mij toen opviel, en dat was waarom ik eigenlijk besloot in eerste instantie op zee te gaan, omdat hij in tegenstelling tot al die Amerikanen die, ja, een leuk programma en een product willen verkopen en een licentie wilden, mij eigenlijk een uur lang heeft behandeld van, ben je wel goed genoeg om mijn spulletjes te gebruiken? En dat vond ik zo on-Amerikaans en zo anders, dat ik ben met hem in gesprek gegaan. En daar is een hele lange een vriendschap uit gegroeid. Het heeft mij op termijn ook opgeleverd dat ik eigenlijk heel veel zorgen maakte over, ja, dat is Amerika, werkt dat dan ook hier? Hè? Is er geen cultuurverschil in? Zitten er geen andere opvattingen onder? Twee dingen, er zitten geen cultuurverschillen in, dat is één. En ten tweede, Roger heeft dus geen theorie. Hij heeft geen theorie hoe de mensheid eruit moet zien of welk model dan ook. Hij heeft alleen maar gekeken naar de pragmatie. Wat zie ik en wat kan ik meten? En heeft daar geen waardeoordeel aan gehad. Dus als je mij ook de vraag stelt, heeft Bourbon een psychologisch concept? Nee. Hij heeft gewoon gemeten wat er voorhanden is. Nou, dat heb ik in het begin in Nederland gedaan door de eerste twee jaar aan mijn klanten voor niks weg te geven. Want ik wilde ze geen proefkonijn maken van mijn zorgen. En ten tweede is dat ik daarna door hun gestimuleerd ben om te zeggen, nou, kan je dat ook met mijn team doen en kan je dat ook met... En dat is de start van Bourbon in Nederland geweest. Daarna heb ik heel snel, na een jaar of vijf, ook de bevoegdheid gekregen om te certificeren en nu ook te recertificeren, en ik geef alle cursussen in Nederland.